Geneesmiddelenproducent Sinton heroverweegt plannen om haar vestiging aan de Microweg in Nijmegen uit te breiden. Omdat er vanwege zandwinning in het gebied een transportband langs het pand komt. De band zal er minstens tot 2033 blijven staan. Omdat Sinton werkt met clean rooms in haar laboratoria, ziet het bedrijf het zandtransport voor haar deur als een catastrofe. Een miljoeneninvestering die voor honderden nieuwe banen moet zorgen, kan ermee aan Nijmegen voorbij gaan. Sinton is nog wel in gesprek met de gemeente en hoopt op een oplossing. Volg ons online via Facebook @altijdn1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd n1.